Sociaal overleg is belangrijk in ons land. Als administratie die dit ondersteunt en begeleidt, vinden we het belangrijk dat dit overleg mooie zaken realiseert. Wat betekent mooi? Mooi betekent dat het een bijdrage levert tot economische groei in ons land en tegelijkertijd de werknemers vooruit helpt wat betreft de kwaliteit van de arbeid en ook hun welzijn. Deze balans tussen enerzijds economische groei, maar anderzijds de bescherming van de werknemer en rechtvaardigheid, is een van de basisprincipes van dit sociale overleg dat we ten volle willen bewaken als administratie. Sociaal overleg, dat is de werkgevers, de werknemers, hun vertegenwoordigers, de vakbonden, die overleggen, debatteren, discussiëren, onderhandelen. Op ondernemingsniveau, via de ondernemingsraad, het comité voor preventie en bescherming op het werk, de syndicale delegatie, maar ook op sectorniveau, via zogenaamde partnercomité's, bijvoorbeeld het partnercomité van de bouw, de horeca, de gezondheidszorg. Onderhandelen in dat sociaal overleg, dat resulteert in collectieve arbeidsovereenkomsten, of cao's, die bepalen bijvoorbeeld het loon, de einde loopbaan, de arbeidstijd, opleidingsrechten van werknemers. Als administratie willen we goed kijken dat het wetgevend kader voor die collectieve onderhandelingen, voor die collectieve arbeidsovereenkomsten, up-to-date is. Bijvoorbeeld wat betreft de behoeftesomschrijving van die paritaire comité's. Die behoeftesomschrijving die bepaalt onder welke cao je als bedrijf of als werknemer valt, dat die omschrijving de trends in de economie volgt. Bij sociale conflicten, stakingen, willen we als administratie met voldoende personeel ter beschikking staan voor te bemiddelen, te verzoenen, als dat nodig is, ook in de publieke sector. Het sociaal overleg betekent ook dat er heel veel advies wordt gegeven. Advies aan de regering, aan de politiek, via officieel opgerichte organen zoals de Nationale Arbeidsraad of de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk. Ook die werkzaamheden van de sociale partners willen we ten volle ondersteunen als administratie. Daarin spelen specifieke actuele thema's, zoals bijvoorbeeld de loonnorm, aanvullende pensioenen, harmonisatie arbeidersbedienden, nieuwe gezondheidsrisico's. Dus daarvoor wil ik ook voldoende expertise en deskundigheid aanreiken, zowel aan die sociale partners als aan de regering. Wij organiseren mede sociale verkiezingen om de 4 jaar. Dus wij staan in voor het uitwerken van het juridisch kader. We gaan daarvoor in zeer breed overleg met de sociale partners. En wij doen uiteraard ook de organisatie, het wettelijk kader, de procedure, de digitalisering van de resultaten, de opvolging en de feedback die we nadien geven. Dat is een belangrijk project. We hebben in 2021 goed gedaan en we zijn nu volop bezig met 2024. Alors dans le cadre de la crise Covid-19, un outil important qui a été développé au sein du Conseil supérieur pour la prévention et la protection au travail en partenariat avec les partenaires sociaux, c'est le guide générique pour travailler en toute sécurité. C'est vraiment un outil essentiel parce qu'avec les partenaires sociaux, nous avons apporté à plusieurs reprises la preuve que si l'on respecte le prescrit et ce qui se trouve donc bien décrit dans ce guide générique, on réduit quasiment à zéro le risque de transmission du virus dans le monde du travail. Et donc il est vraiment important pour nous que le travail qui a été fait pendant les 2 dernières années soit continué tant que le virus est encore là dans nos vies au quotidien.